De vooralsnog bekende zaken van grensoverschrijdend gedrag in de media en cultuur zijn slechts het topje van de ijsberg. Mensen komen zo onder druk te staan dat je niet raar moet staan te kijken dat het een keer fout gaat. Misstanden achter de schermen bij The Voice of Holland. Oh, een lekker kort rokje heb je aan. Oh nee, mag niet meer. Protocol. Dan ben jij niet lekker hier. Als je er niet tegen kan, dan moet je misschien, weet ik veel, vakken gaan vullen of zo. Maar ondertussen is wel iemands leven kapot. In de succesvolle televisiemachine van De Wereld Draait Door werd menig medewerker vermalen. Wat is er nou gebeurd bij De Wereld Draait Door? Ik snap dat je boos bent. De redacteur heeft zijn werk niet goed gedaan. Ik ga dat voor je oplossen. Niet jij, maar ik. Dat er mensen waren ingehuurd om te beschermen. Het personeel te beschermen. En die hebben het allemaal af laten. Ja. Ik vind die belofte van een veilige organisatie vind ik super naïef. Veilig en onveilig. Denk ik, ja, wat is dat dan? Voor mij zijn dat echt lege begrippen. Kijk, waar de grote meerderheid aan moet wennen, is dat de minderheid terug gaat praten. Oh, stop. Ik ga naar de vertrouwenspersoon. Als er problemen zijn of conflicten, dat je die oplost met elkaar. Je kijkt naar je mensen. Je let potverdomme op. We zorgen voor elkaar. We zijn er voor elkaar. Doe normaal tegen elkaar. Doe eens normaal. Doe normaal. In de creatieve en informele mediawereld, waar de druk door grootse ambities binnen beperkte tijd en geld hoog is, heb je aan de ene kant velen die concurreren om een beperkt aantal meestal flexibele arbeidsplaatsen. En aan de andere kant gatekeepers of presentatoren met letterlijk en figuurlijk veel aanzien. En dit zorgt voor ongelijke machtsverhoudingen. Jos Buddy en Henk van Engen zijn beide meer cameraregisseurs. De eerste reed onder andere Big Brother, Domino Day en Koffietijd. En de andere onder andere meer dan 7 jaar De Wereld Draait Door. Kijk, je hoeft niet iemand verrot te schelden. Dat gaat niet om, maar je zit toch even. Je wil even snel van godverdomme dit of dat, weet je wel. Van je emotie de vrije loop laten. En dat is niet tegen iemand zeggen, god wat ben je slecht. Maar gewoon af en toe eens met je vuist op tafel willen slaan. Van halve vloek door de intercom laten rollen als er iets niet gaat zoals je wil. Want er komen de klachten vanuit de ploeg en zelfs de opdrachtgever. En op het moment dat de spanning oploopt en er enige frustratie om de hoek komt kijken, mag de regisseur niet eens meer zuchten. Ja. Omdat mensen daar heftig op reageren. En de sanctie is dan dat iemand komt vertellen dat de technieker of de cameraman ongelukkig naar huis gaat. Ja. Dat lijkt mij, als ik hiernaar luister, denk ik, nou ja, goed dat de cameraman of de technieker niet ongelukkig naar huis gaat. En dat niet het welzijn van die persoon ondergeschikt is aan het resultaat. Nou ja, dat weet ik niet. In principe staat het resultaat toch wel bovenaan. Nee, niet alleen een cameraman, maar ze zijn allemaal dienend aan het programma. Ik wil niet de psycholoog uithangen, maar ik denk ook dat het een beetje een tijdsbeeld is. Het heeft te maken met de maakbare wereld. Het heeft ermee te maken dat het heel normaal is dat als je een tegenslag hebt, dat als iets niet goed is, dat helemaal niet erg is. Ik juich het altijd toe als er iets misgaat. Dan denk ik, hé, nu kunnen we iets gaan, nu ontdekken we iets. We zijn ongemerkt te veel gefocust op dingen in controle hebben. Dus alles onder controle hebben. Er mogen geen fouten komen, want dat is niet goed. Terwijl juist het mogen maken van fouten, dat creëert nieuwe kansen. En dat zeg ik bewust omdat ik weet dat bij situaties waar we iets deden wat we niet hadden voorzien, de mooiste dingen ontstonden. Dus gedist worden of er niet toe doen, dat heeft ermee te maken dat de angst om perfectie, dus in controle te zijn, dat is een beetje een tijdsbeeld. Het feit dat iemand tegenwoordig ongelukkig naar huis gaat, eigenlijk meer over de tijd zegt en over de mensen die dan ongelukkig naar huis gaan, dan over de regisseur. Kijk. Het is een wisselwerking, toch? Ja, weet je, als zo'n cameraman of vrouw ziek naar huis gaat omdat hij wordt aangesproken op zijn kunde. Bijvoorbeeld als hij, laat ik zeggen, niet goed genoeg is in de ogen van de regisseur. Als hij niet goed genoeg is en hij wordt erop aangesproken, dan kan je 2 dingen doen. Dan kan je denken, ik moet beter worden. En ik moet proberen om voor die regisseur het wel goed te gaan doen. Je kan ook zeggen, nou ga ik ziek naar huis, want hij zit te zeuren over mijn kunde. Dus kijk, ik denk dat ze dan het belang van het wel goed genoeg kunnen niet genoeg inschatten. Dat vind ik. Ja, dus ja, het is goed dat er verschil wordt aangebracht tussen dit kunnen we gebruiken, dit niet. Dit is exceptioneel goed, dit niet.
En de grens is dan? Het mag nooit fysiek zijn, er mogen geen mensen opbranden. Het moet in alle redelijke eerlijkheid gebeuren. Dus uiteindelijk moet je ook kunnen zeggen, ja, dit is misschien niet waar je je best in bent. En dan zou je een andere richting moeten opgaan. Dat lijkt mij een heel, heel redelijk vertrekpunt. Ja, want we moeten ook geen middelmaat creëren. Nou nee, dat is de andere kant. Kijk, kunnen we dan eens wat gemiddelde gaan en dan... Ja, ik weet niet of dat nou is wat we willen. Ik persoonlijk niet in ieder geval. Kijk, iemand afbranden vind ik iets anders, hè? Kijk, maar jouw specialiteit is zuchten, toch? Nee, het is helemaal niet mijn specialiteit. Kijk, een gevolg van mijn eigen frustratie is dat ik juist niet vloek en niet zeg dat het niet goed is. Maar in mijn frustratie zucht ik. Dat zit binnen mijzelf. Alleen, die intercoms zijn gewoon zo goed dat ze alles horen. Ze kunnen alles horen. En dan kan je zeggen, nou, dan moet je dan maar realiseren. Dus dan kan je zeggen, oh, dus moet ik dan vlak voor ik ga zuchten de intercom uitzetten? En uitzetten is helemaal erg, want dan denken ze, hey, er wordt nu eens gezegd dat we niet mogen horen, want dan horen ze in één keer niks meer. Oeh, wat is er aan de hand? Hebben ze het over ons, stiekem? Of moet ik dus tijdens het doen een stapje terug doen in mijn passie en mijn enthousiasme? En daar gaat het de hele tijd over. Zodat ik niet in mijn concentratie bovenop dat programma wil zitten. Want als ik dat wel doe, dan is, ja, dan als er dan iemand, als er dan een misser is en ik zucht uit frustratie, dan snap ik snap ook wel dat ze het horen en dat ze dus merken, oh, dat was ik, dat was niet wat hij hoopte. Voor sommige mensen is dit vak niet geschikt. Voor wie? Nou, mensen die niet tegen stress kunnen. Deze twee mensen, deze twee cameramensen staan nu ook van, oh, het moet scherp en ik zie hem constant en ik zie hem geconcentreerd kijken. Want het moet er wel goed op staan, je kunt het geen tweede keer doen. Het is dan nog niet live, maar stelt dat dit wel live zou zijn, nou, dat is stress. Dat moet je tegen kunnen. En als je daar niet tegen kan, geeft helemaal niet, maar dan moet je een andere baan zoeken. Is het nou goed of niet goed voor het eindproduct dat we met z'n allen zo gevoelig worden? En dat we kritiek niet oppakken als een leermoment, maar alleen maar op een soort omvormen naar een soort persoonlijke kritiek waar je meteen in een soort achteruit roept, ik voel een burn-outje aankomen. En jouw antwoord op die vraag is, de kwaliteit gaat daardoor achteruit? Kijk, op het moment dat we dat niet, dat de regisseurs met name, maar het geldt natuurlijk nog veel meer, het geldt ook voor de presentatoren, het geldt natuurlijk voor iedereen. Het zou ook voor de Eerste Kamerman gelden. Die moet eigenlijk ook zijn manschappen erop aanspreken als ze niet scherp zijn of als ze niet doen wat is afgesproken. Het begint al eigenlijk, waar ik echt soms wel moeite mee heb, dat als een jong iemand bij je komt solliciteren, zeg je nou, we werken 36 uur per week. Ho, ik wil graag 30 uur per week werken. Dan praat je over een 24-jarige. Die zegt, nee, maar ik wil ook een beetje vrij. Weet je, ik heb heel mijn leven keihard gewerkt. We hadden in de tijd 40 uur werkweek, ik geloof wel 42 uur werkweken. Ja? Maar en dat jonge mensen, en ik ben dat generaliseren, dat moet ik niet doen, want niet iedereen, maar dat er toch wel een groep is die ja, toch allemaal wel moeilijk vindt. De nieuwe garde heeft langere tenen, ja, heeft tere voetjes. Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht, zei mijn moeder altijd. En, die moet je nog één keer herhalen, sorry. Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. En daar wil ik alleen maar mee zeggen, jongens, soms moet je een tandje harder lopen. Je bent jong, je bent ambitieus, je wil ergens komen. Joop van den Ende wilde ook ergens komen. En maakte vanuit die ambitie eerst de grootste onafhankelijke tv-producent ter wereld, Endemol, samen met John de Mol. En vervolgens de grootste onafhankelijke theaterproducent ter wereld, Stage Entertainment. Kortom, hij behaalde resultaten. Tijdens de Dutch Media Week vroeg ik hem voor een zaal met studenten wat zijn manier was om zijn teams te motiveren. En of die manier in deze tijd nog zou passen. De tv-studio's in Aalsmeer, de productiestudio's, die worden ja, echt door vriend en vijand, zou ik bijna zeggen. Door de medewerkers, maar ook door de concurrenten, ja. Worden die gedefinieerd als mensen die bevlogen ja. waren. Die echt tot het gaatje gingen. Ja. Een voorbeeld, de werktijden waren ook anders. Dus normaal was het zo, daar, dat was gangbaar. Ja, de lunchpauze is een uur, bij u was dat een half uur. Dinerpauze was 1 uur in plaats van 1,5 uur. En er waren geen verplichte koffiepauzes, maar gastvrouwen met koffie en limonade die rondgingen. Ja. Hoe begeester je je mensen, of je medewerkers, je team, met wie je het samen doet, zo goed, dat ze daarmee eens zijn? En dat ze dus intrinsiek dat zo graag willen, dat ze denken, ja, 1,5 uur pauze, nee, 1 uur. Kijk, de tijden veranderen. Hè? Dus ik denk als ik nu zo'n bedrijf had gehad als meer nu,
had ik ook misschien andere maatstaven moeten hanteren. Dat geloof ik wel. Je moet meegaan met de flow van de tijd. Ik ben opgegroeid dat de kerken bepaalden wat er gebeurde. De zuilen gaan we door. En ik was erbij dat de provo's ontstond, dat de seksuele revolutie ontstond. Dat iedereen waar zijn eigen buiken. Alles moest anders. De kerken moesten weg. In die tijd ben ik begonnen. Nou, nu zie je weer een beweging van truttigheid komen. Alles moet weer minder. En oh God, je hebt dit. En oh God, is dat. En hey, God, die heeft aan mijn billen gezeten. Oh, ik kan niet meer verder leven. Ga maar door. Oké, ik heb nooit in iemands billen gezeten. Dat gaat niet om. Het is onzin om het te doen. Maar het zijn die golfbewegingen. Nou, dan moet je er mee. Ook als je het vak van events, het vak van media neemt. Ja, wij zijn een vertaling, zeg maar, van de tijd. Dus ga je ermee. Kijk, wij zijn allemaal gevoelig voor macht bijvoorbeeld. Dat als jij uiteindelijk degene bent die op tv door honderdduizenden mensen bewonderd wordt, dan moet er in jouw achterhoofd wel een stemmetje gaan klinken van hey, nu heb ik de mogelijkheid om dat uit te buiten, maar misschien moet ik daar niet aan toegeven. Want mijn reputatie down the line, als ik nu hier heel primitief op reageer door bijvoorbeeld te kijken of meisjes in mij geïnteresseerd zijn seksueel en ze fotootjes te sturen, dat er toch iets in je achterhoofd gaat, nee. Misschien is dat nu wel de manier, zou dat kunnen met mijn primaten, machtsbehoeften, maar dit moet ik gewoon niet doen, omdat dit niet goed is voor de organisatie en uiteindelijk ook mijn lange termijn belang niet dient. Ik merk het ook dat als ik ergens in een kroeg sta, dat er dan genoeg acteurs even een extra praatje met me komen maken. Daar moet je bewust van zijn. Ik ben voor hun een soort kans. Ik kan ervoor zorgen dat zij misschien op een auditie komen en dat de regisseur ze eindelijk ziet. Dus een deur naar werk eigenlijk. Precies, daar moet ik me altijd bewust van zijn. Dus een beetje afstand houden. Weet je wel, het mag gezellig zijn, maar wel een beetje afstand houden. Niet privé ineens allemaal dingen gaan doen. Dat is gewoon iets waar je volgens mij gewoon heel bewust van moet zijn. En wat ik zeg, doe normaal. Waarom, ja, letterlijk dat, doe normaal. Waarom zou je er misbruik van maken? Waarom zou je het willen? Nou, omdat we zijn mensen. We hebben normen, ja. We hebben waarden, we hebben geweten. Precies. Maar we zijn ook dieren. Nee, vind ik echt bullshit. We hebben ook demonen. Nee, vind ik echt nog steeds bullshit. Ja, ik zeg ook niet dat het goed te kunnen nee. is. Integendeel zelfs. Nee, sorry. Maar ik probeer sorry alleen voor te begrijpen dat er zijn heel veel natuurlijk mensen die op een gegeven moment, hetzelfde als met bekend zijn. Ja. Je identiteit vormt zich niet alleen maar naar wat je in de spiegel ziet, maar vooral hoe andere mensen op jou reageren en hoe andere mensen jou zien. Ja. En als je dan 20 jaar een monopolie hebt met een castingbureau, bij wijze van spreken. Ja, gaat macht naar je hoofd stijgen en denken dat je alles kan maken. Ja. Ja, het klopt wat je zegt. Er zijn genoeg voorbeelden dat dat toch gebeurt. Dus ik moet daar ook misschien niet naïef in zijn, maar ik denk wel dat je team om je heen ervoor moet zorgen dat dat niet gebeurt. En dat mensen zich bewust... Het zou zo heerlijk zijn als iedereen zich bewust zou zijn van zijn functie. En ook zou begrijpen dat we in een wereld leven waar het echt hard vechten is voor je plek. Zeker als het gaat om functies voor de camera. En dat je daar gewoon geen misbruik van moet willen maken. En verplaats je ook in diegene. Luister naar iemand anders. En daar hebben we ook als Nederland echt een handicap. Is dat we eigenlijk heel naïef denken over macht. En dat we heel moeilijk vinden om gewoon te zeggen dat er machtsverhoudingen zijn. We doen altijd alsof eigenlijk een conflict is altijd een misverstand. En dan komt er een commissie van wijze mannen waarmee je bedoelt dat ze niet meer testosteron hebben. Zodat ze er nuchter naar kunnen kijken. En dan komt er een oplossing waar iedereen blij mee is. Maar je hebt gewoon echt macht. En wat mij opvalt, ik interview nu al 25 jaar mensen met macht. Dat in Nederland mensen het heel moeilijk vinden, vooral mannen, om gewoon te zeggen ja, ik heb macht. Ja, ik wilde dat ook. Nee, ik heb verantwoordelijkheid en we zijn een team. Nee, je hebt gewoon macht. In Hilversum, om het zo maar even te noemen, in dat mediapark, vooral heel veel derden werken, heel veel zelfstandigen. Ja, er werken veel meer flexibele contracten dan in andere industrieën. Ja. Dat zorgt voor heel veel problemen. Want dat maakt mensen afhankelijk van opdrachten, van de opdrachtgever. Er zijn veel meer flexibele schillen of flexibele krachten in de mediawereld. Ja. Wat ook wel zorgt dat misschien de meldingsbereidheid wat lager is, omdat er meer onzekerheid is. Baanonzekerheid. Dat is best een gevaar. Eens.
Ja, dus we proberen dat ook zoveel mogelijk te beperken. Maar je kan nooit helemaal voorkomen dat we ook met een flexibele schil moeten werken. Omdat programma's maar een bepaalde korte tijd duren. Dus dat is wel een beetje inherent aan deze wereld. Maar het is wel belangrijk dat we ook echt oog hebben voor die freelancers en hoe we met hen omgaan. En daarom hoop ik dat zo'n mediapact, wat we nu met z'n allen hebben afgesloten, dat ook heel erg door de freelancers wordt opgepakt en gelezen, omdat dit ook voor hen geldt. Je denkt wel 10 keer na voordat je weggaat, want dat betekent ook dat je inkomen stopt. Ik ben freelance, dus mijn laatste klus is mijn referentie, bij wijze van spreken. Dus als ik een rommeltje maak, dan 4 keer zeggen ze, we gaan je niet meer bellen. Is meer dan 50% in de media heeft een flexibel contract. Ja, nee, maar proberen wij zoveel mogelijk ook terug te schroeven naar vaste contracten. Is dat een oplossing? Dat is deels wel de oplossing, ja. Maar dat betekent ook voor ons als werkgever. Ik moet wel werk voor je hebben. Als jij in een programma zit voor wat 8 maanden per jaar speelt, wat ga ik je die 4 maanden dan laten doen? Dat betekent dat er vanuit de NPO de garantie moet komen dat ik jou wel werk kan geven door middel van nieuwe programma's. Wij geven echt meer mensen nu een vast contract. Ook veel sneller. En dat is natuurlijk ook, zeker als je jong bent, heel prettig dat je die vastigheid hebt en krijgt. Ook om je uit te spreken wellicht? Nou, kijk, wat ik ook belangrijk vind is, want je houdt in Hilversum altijd een flexibele schil. En ik vind het ook belangrijk dat mensen met een flexibel contract zich kunnen uitspreken. Dus daar doen we ook echt heel veel moeite voor. Om te zorgen dat mensen zich, met welk contract ze ook hebben, dat ze zich durven uitspreken. Maar ik denk dat het zeker helpt dat er meer mensen een vast contract krijgen. En daar heeft bijvoorbeeld ook de NPO ons ook best wel geholpen. Door ook voor programma's wat een langere periode vastigheid te geven. Waardoor je dat ook makkelijker kan doen. Ik geloof ook dat in dit systeem creatieve competitie ook tot mooie programma's leidt. Hè? Maar dat heeft natuurlijk zijn grens. Wat wij bijvoorbeeld met stagiairs hebben gedaan. En wat is toch een hele kwetsbare groep. Heb ik gelijk gezegd, jongens, en heb ik iemand die bij ons werkt, een mevrouw, gezegd, jij gaat 1 keer per maand met de stagiairs koffie drinken. Om te vragen, hoe gaat het met je? Vind je het leuk bij ons? Ja, vind je het leuk? Gaat het goed? Heb je nog dingen waar... En als er dan wat speelt, dan kan zo'n persoon dat ook zeggen. Als je onzeker bent over je toekomst, dan is het lastig om te klagen. En dat maak je als flexibele kracht dus kwetsbaar. Maar het hebben van verantwoordelijkheid of hoge zichtbaarheid, dat geeft ook druk. 15 jaar lang, elke werkdag een talkshow maken voor miljoenen mensen, dat zie ik als een topprestatie en wellicht zelfs als topsport. Henk van Engen was dus de regisseur van De Wereld Draait Door. En hij reageert op het artikel in de Volkskrant over Matthijs van Nieuwkerk. Ja, als je het zo leest is dat wel heel heftig. Maar we praten over 15 jaar, dus we moeten dingen nuanceren. En daar werd ik wel, het irriteerde mij, want het gemak van een artikel plaatsen maakt meteen dat de aangeklaagde, in dit geval Matthijs, ja, je kunt je bijna niet meer verweren op zo'n moment. Want het wordt de wereld ingezonden en het is bijna voor waar. Dat maakt het heel complex. En ik dacht, ja, wacht even, ik heb daar 8 jaar met veel plezier gewerkt. Ik vind ook dingen, ga ik ook benoemen. Hoe moeten we dat nuanceren dan? Door de moeite te nemen, ook de andere kant van het verhaal te begrijpen. En ook, het is een complex proces. Want ik vergelijk het ook wel eens met, of dat heb ik ook wel eens gezegd tegen anderen. Alsof een tanker vanuit Rotterdam vertrekt en we willen naar Londen, maar we zijn onderweg. En we gaan een beetje van de koers af. We gaan heel lekker, maar we komen heel ergens anders uit. En aan boord heb je het niet door. He, dus gezagsverhoudingen veranderen ook. Ik noemde het ook een beetje de vrijstaat binnen de NPO. Dat was het ook. Dus het was een tijdslot van 9 tot 7, van 7 tot 8, zeg maar. En daarbinnen werd dit programma gemaakt. Maar als men besloot, we gaan een uur lang over een boek praten, ging dat ook. En zo, dus dat was heel erg leuk, want dat was eigenzinnig, eigenwijs, tegendraads. Maar daarmee werd het ook een beetje een eilandje. Ja, dus eigen omgangsvormen, alles te eigen. Met het gevaar, wat hier ook wel een beetje beschreven is in het artikel, dat mensen daar last van hebben. Maar kan je eens concreet worden van zo'n omgangsvorm die dan misschien wel heel goed werkt voor dat eindresultaat? Nou, dat wat in het artikel wordt beschreven, dat de redacteur wordt afgeserveerd omdat het toch niet goed genoeg is. En dat eigenlijk toch intern wordt gedoogd. En dat die persoon daar overspannen van is geworden. En dat het wel gemeld is, maar uiteindelijk niet is opgepikt. In dit geval door BNNVARA. En eigenlijk het programma loopt zo lekker. We gaan niet alles overhoop gooien.
Ik denk dat je gewoon met elkaar in gesprek moet blijven. Dus het is echt allemaal niet zo gek dat als je ineens inderdaad een hele grote ster bent en iedereen kijkt naar je. Het is ook iets, het zit ook vaak in onzekerheid. Dus, want ik weet natuurlijk waar je op doelt, het is Matthijs, toch? Ik kan me zo maar voorstellen dat als je dus de nummer 1 show maakt, elke dag moet je superscherp zijn. Elke dag kijken er miljoenen mensen naar je. Dat mensen ook iets van je verwachten. Terwijl je ook de druk voelt, oké, ik moet dus elke dag iets leveren. De grootste les is dat je gelijk moet acteren op het moment dat je voelt of ziet of hoort dat er iets speelt. Ja? En dat je buffers maakt. In de zin van, iemand zei tegen mij, die hier werkt en die is eindredactrice van het programma, stel dat presentator X zo'n gedrag zou hebben, zou ik er gelijk tussen gaan staan. Dan ben jij gek geworden. Hoepel op. Laat die man gerust. Nou, dat. Maar dat is dus nooit gebeurd. Want de personen in kwestie die daar toen werkten, waren net zo erg, zo niet erger, zegt de Volkskrant. Ja, als er niemand is die jou corrigeert, dan kan jij ongebreideld je gang gaan. Een hele goede vriendin van mij, die werkte op een gegeven moment voor hem als redacteur. En die heeft hem tegen hem gezegd, Matthijs, ik ga hiermee ophouden, want je gaat over mijn grenzen heen. Ik wil dit niet meer. En toen zei hij van, dat vind ik bijzonder. Dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd. Dat was in het laatste jaar van De Wereld Draait Door. En dat is dan wel raar, dat mensen blijkbaar het niet durven te zeggen. Dus dan is er wel een bepaalde systemische situatie waarin mensen zich wel laten uitkafferen, maar niet durven te zeggen van ho, dit kan je ook op een andere manier tegen mij zeggen. Hè? En dat betekent dus eigenlijk dat die tussenlaag van samenstellers en eindredacteuren, dat die rol niet op zich neemt. Matthijs moet Matthijs kunnen zijn. Misschien nog meer dan ooit. Die man is gewoon hartstikke goed. Het was gewoon nog nooit tegen hem gezegd. Het was nog nooit tegen hem gezegd. Als dan iedereen om je heen zich gaat bewegen als, oké, jij bent de grote ster, we moeten ervoor zorgen dat jij blijft staan, wat jij wil gaan we doen. En je hebt een bepaalde onzekerheid waardoor je zegt, jongens, als jullie mij nu laten vallen, want als zijn team niet zijn best doet, is Matthijs ook niets meer. Dus toch het topje van de ijsberg wat iedereen ziet. 100%, maar je hebt iedereen nodig. Dus als jij ergens het gevoel hebt dat die je misschien wil kunnen laten vallen of niet hard genoeg hun best doen, of je ineens een item is voorbereid wat inhoudelijk niet goed genoeg is, dan gaat jouw kop eraf. Ik kan me voorstellen dat je daardoor wel een tik van de molen krijgt. Dat je daardoor heel raar gedrag gaat vertonen. Ik denk dat het daarin heel erg belangrijk is dat de omgeving om zo iemand heen blijft zeggen, ik snap wat je zegt, je hebt ook gelijk, dit moet ook anders, maar wel normaal doen. Dus dan ben je iemand die ambitie heeft, die hard werkt, die echt hard werkt, want het lijkt me wel topsport, zo vaak dat moeten doen op zo'n hoog niveau, mogen doen. Ja. En dan heb je gewoon een soort schil om je heen gekregen vanuit het systeem waarin niemand iets meer tegen je durft te zeggen. En als iemand het dan wel zegt, precies wat er later dus aan het licht is gekomen, hij schrok er zelf van waarschijnlijk. Hij schrok er zelf van, ja. Beetje dubbel. Aan de ene kant krijg ik inderdaad van dat artikel, maar ook wat erover gezegd is, een soort beeld van alsof daar het juist zo goed was, omdat er geen fouten gemaakt mochten worden. Ja, omdat iedereen rete scherp was. Dat is niet helemaal. Het is vooral, kijk, het heeft ook te maken met de gepassioneerdheid van degene die het maakt. Matthijs ken ik goed genoeg om te zeggen dat hij bevlogen is. Hij is echt bevlogen en gepassioneerd. En hij zegt ook wel eens, daar ben ik wel eens wat te veel in doorgeschoten. Dat kan. En als je daarin niet wordt gecorrigeerd, dan is jouw wet is de werkelijkheid. En dat is het gevaar. Waarbij je dan alles gaat meebewegen en jouw kant op, terwijl je er ook wel eens naast zit. En daarin moet je gecorrigeerd worden. Dus je moet elkaar kunnen corrigeren. Dat is heel simpel. Dus eigenlijk moet die passie een beetje beteugeld worden door mensen om je heen. De passie moet vooral blijven, maar je moet ook kunnen zeggen, we moeten wat meer naar rechts. Het is te veel naar links. Om een voorbeeld te noemen. En dat moet gedragen worden, maar dat moet vanaf het begin moet je daarbij zijn. Als je dat te laat doet, dan krijg je geen grip meer. Ik wil je één anekdote voorleggen, nog even over die prestatiecultuur. Ik zat vroeger op voetbal. En in de selectie bij SV Hoofddorp stelde niks voor, maar wij vonden het enorm belangrijk.
12 teams en ik zit in het tweede team. En we hadden een, dus alle beste spelers zaten in het eerste team en degene die net iets minder waren in het tweede team. Maar wij vonden het rete belangrijk en we vonden onszelf heel goed daarin. Ja. En toen, we hadden een trainer, dat was een oud-rechercheur in Den Haag. Dus echt zware criminaliteit. En die kon er echt overheen walsen. En we waren ook wel een beetje bang voor hem soms. Maar hij maakte er één team van. En wij trainden langer en wij wonnen altijd van het eerste team. En ja, ik zat daar vaak over na te denken en toen dacht ik, ja, ik stel me ook voor dat dat bij De Wereld Draait Door een beetje aan de hand was. Snap je wat ik bedoel? Dat je dus, omdat er iemand een enorm ambitieniveau heeft, dat daardoor de prestaties soms toch beter worden. Kan jij mij of uit die droom helpen of ben je het daarmee eens? Het verschil met jouw trainer en De Wereld Draait Door is dat jij daar met heel erg veel plezier op terugkijkt. En waarschijnlijk al jouw teamgenoten ook. Dat jullie ervan genoten hebben. Dat jullie echt een hele goede ervaring hebben gehad. Dus ik weet dus niet wat die man gedaan heeft. Maar die heeft kennelijk iets goeds gedaan. Bij De Wereld Draait Door zijn er heel veel mensen geknakt. Zijn er mensen afgehaakt. Zijn er mensen die niet mee konden komen. En daar heb je gewoon zorg voor nodig. Dat kan gewoon niet. Ik geloof echt dat je met een hele goede sfeer en dat je ook gewoon met elkaar zegt, dit is samen onze lat. Hè? Dat is niet mijn lat, maar dat is onze lat. Dat heb je met elkaar afgesproken. En jij kent natuurlijk ook die verhalen dat er ook mensen daar waren die wel zeiden, beste tijd van mijn leven bij De Wereld Draait Door. Heel veel geleerd, heel hoog ambitieniveau. En dit is een oprechte vraag, dus hier zit geen ondertoon in. Maar is het ook zo misschien dat je in sommige werkculturen of in een topprestatiecultuur wel past en dat je wel bereid bent om je persoonlijke welzijn soms opzij te zetten voor dat product? Nee, ik heb echt heel erg veel zeer getalenteerde, buitengewoon bekwame, erudite, leuke jonge mensen gezien die nu op andere plekken werken, die het hartstikke goed doen, die daar gewoon topprestaties leveren, omdat ze gewoon hartstikke goed gecoacht worden, omdat ze goed begeleid worden en die met plezier naar hun werk gaan. Ik zat een artikel in de Harvard Business Review te lezen eergisteren. En daar zeiden ze van, nou, lage levels van sociale veiligheid is eigenlijk altijd fout. Want dan gaan mensen zich niet meer uitspreken en dan is er gewoon angst. Ja. Dan ga je gewoon met buikpijn naar je werk. Dat moet niemand willen. Dat heet een angstcultuur, ja. Ja. Het andere uiterste is heel veel sociale veiligheid. Mm-hmm. En dan is er geen accountability meer. Nee. Dan is er geen verantwoordelijkheid meer. Dus beide uitersten zijn eigenlijk niet goed. Dus het moet ergens in het midden uitkomen. Ja, zo simpel is het toch? Ja, alleen ik denk wel dat als de druk wat hoger wordt, ja, bijvoorbeeld met een live uitzending, dat ook wel weer iets anders kan doen. Ja, weet je, ik heb zelf jarenlang live tv gemaakt, hè? Ook met Boulevard. Ik heb ook een aantal keer Late Night gepresenteerd. Die druk is hoog. Je voelt, oké, er gaan nu soms meer dan 1 miljoen mensen naar mij kijken. Alles wat ik zeg wordt op een goudschaaltje gewogen. Als er iets misgaat, dan word ik erop aangekeken. Die druk is hoog, absoluut. Maar dat betekent niet dat je, laten we zeggen, excessief gedrag moet gaan vertonen richting je medewerkers. Nee, dat is nooit geaccepteerd, vind ik. Nee, ik vind het argument van je, als je ontploft en mensen op die manier behandelt, dat dan de sleutel tot succes is, nee, dat vind ik totale onzin. Ja, dat is misschien eerder een zwakte bot dus. Ja, het is altijd een zwakte bot eigenlijk als je mensen op zo'n manier behandelt, ja. Ja, je zei in een interview wat ik hoorde, zei je vaak corporate en media. Ja. Ja. Het zijn wel hele masculine omgevingen. En je zei ook, de tijd van masculien leiderschap of het masculine organisatiemodel, dat is wel een beetje achterhaald. Ja. Wat bedoelde je daarmee? Heeft dat hier ook mee te maken? Ja, dat heeft hier mee te maken, want het heeft te maken dat het op masculine waarden, dus mannelijke waarden zit, waarbij niet per se een man of een vrouw hoeft te zijn. Hè? Het gaat om de man, dus het gaat heel veel op kracht. Het gaat heel veel op cijfers, het gaat heel veel op prestatie. En de andere kant is dan niet in balans. Dus je hebt heel veel van het een, want feminien leiderschap alleen maar is ook niet het antwoord. Hè? Dit is ook een veld waarin als je goed bent in je vak, je snel doorstroomt. Hè? Dus mensen die gewoon goed zijn in het maken van programma's, krijgen al snel leidinggevende posities. En het is belangrijk dat als je op een leidinggevende positie zit, dat je dan ook de handvaten krijgt
om daarmee om te gaan. Dat je weet hoe je mensen aanstuurt. Ik denk vaak dat het als leidinggevende belangrijker is dat je goed kan leiding geven dan dat je vakinhoudelijk nou zo sterk bent. Natuurlijk gaat dat hand in hand, maar we zijn dat heel lang vergeten. Het proces ervoor en alles wat je er omheen goed inricht voor mensen om die topprestatie te kunnen leveren, daar zit je tijdwinst. Dus de druk ontstaat niet op dat laatste moment dat die uitzending er is. De druk ontstaat omdat er daarvoor dingen niet goed zijn geregeld. Dus je moet het goed voorbereiden. Je moet een duidelijke doelstelling voor een uitzending hebben. Je moet zorgen dat de mensen klaarstaan. Er moet zoveel geregeld worden. Tijdig beginnen met de voorbereiding. Snap je? Dus goed kijken naar de kwaliteit van mensen. Of iedereen daar al kan leveren. Dus het zit er allemaal voor. Als je daar pas over na gaat denken op het moment dat je die uit... Ja, dan ben je echt veel te... Ja, je begint al te lachen. Dan ben je echt veel te laat. Ja, ik zit nog steeds een beetje in die metafoor van dat zaaien en oogsten. Ja. Dat is een beetje alsof je te laat gaat zaaien. Zeker. En dan gaat schreeuwen tegen de gewassen van... Wil je groeien? Ja. En wel nu. Ja, nee, dat kan natuurlijk niet. Ja, nee, dat gaat niet. Maar dan vind ik het woord prestatiecultuur vind ik wel een verkeerd woord. Ik vind het ook een verkeerd woord. Het gaat over hoe je je organisatie hebt gestructureerd, hoe je zorgt dat mensen hun werk goed kunnen doen. Of je bereid bent om naar processen te kijken, of je goed evolueert naar een programma. Het gaat over heel veel dingen, maar het gaat voor mij niet over een prestatiecultuur. Nee, want dat lijkt me heel gezond. Dat is heel gezond en het zijn allemaal mensen die ambitie hebben. En dat was trouwens bij Microsoft precies hetzelfde. Dan lagen de doelstellingen ook die op een heel hoog niveau en dan moest elk jaar beter. En toch werd er heel veel in de mens geïnvesteerd, waardoor ze dat al konden leveren. Het een sluit het ander niet uit of zo. Dus ik vind dat te lineair gedacht. Het was een gezamenlijke wens. Het was niet zo dat ik zei, maar een half uurtje korter. Jongens, laten we even een kortere pauze nemen, want dan kunnen we het mooier maken. Voor het resultaat dus, voor de bal, voor het iedereen. Er werkte nog maar met 1100 mensen in dat gebouw. We maakten duizenden uren televisie. Het was een feest. Het was een feest. Je voorstellen, goede tijden, onderweg naar morgen, Goudkust. Al die shows, we deden alle grote zaterdagavondshows. Quiz, ik kan het niet bedenken, sitcoms. Het ging allemaal uit dat gebouw vandaan. Als die deuren dichtgingen, waren we onder elkaar. Wat er ook geschreven werd buiten, met elkaar. De langste speech die ik ooit gehouden heb, waren we inmiddels internationaal gegaan. En ik nam, wij waren in Almere de basis van dat grote bedrijf. En John deed dat in Hilversum ook. Wij waren in Nederland de basis van het wereldsucces. Een Nederlands bedrijf, televisie, die de wereld verovert. Het bestaat helemaal niet, maar we waren het. En het was van iedereen. En dat vertelden we. En dan werkten we nog harder. Maar ik zorgde er wel voor, als ik in de gang liep, als ik iemand ongelukkig zag zijn. Ik zag aan iemand... Dat is niet lekker in zijn vel. Hey, wat is er aan de hand? Kom eens praten. Maar zo leid ik ook mijn HR op. Alle uitvoerende producenten. Ik ben niet alleen maar uitvoerende producent met een budget. Je kijkt naar je mensen. Je let potverdomme op. We zorgen voor elkaar. We zijn er voor elkaar. Maar u omschrijft hier een prestatiecultuur. Tot het gaatje gaan. Ja. Alles voor het resultaat. En u zegt eigenlijk ook, exceptioneel presteren is niet mogelijk zonder een soort druk. Of zonder die drive. Nee. En ik denk dat het een belangrijke vraag is die ik nu ga stellen hier met jonge studenten in deze zaal. Wanneer wordt die drang, want daar wordt veel over gesproken in de media, zeker met die cancel culture. Wanneer wordt dat grensoverschrijdend? Als je niet naar je mensen kijkt. Als je elke dag een topprestatie wil leveren, dan is er druk. En dat kan zwaar zijn. Maar juist binnen zo'n omgeving moet die druk niet te worden. Gezondheid mag er bijvoorbeeld nooit onder gaan lijden. En we moeten het wellicht vooral relativeren. Serieus doen, maar niet allemaal serieus nemen. En dan zijn de feiten dat niet iedereen voor elke cultuur en dynamiek gemaakt is. En dat ook mensen bovenop de apenrots, waar je van afhankelijk kan zijn, wel aangesproken dienen te worden op fout gedrag. Wellicht ook makkelijker om te omarmen. En Joop van den Ende vat hier vrijwel de oplossing voor alle uitdagingen in het nieuwe normaal samen. Laten we wat meer omkijken naar elkaar. En er voor elkaar zijn.